dit nog langer? Ik zeg, pikken wij dit nog langer? Ach, meneer, het was verschrikkelijk. Het was ten tijde van het zesde kabinet Lubbers en het leven was hard. Keihard. De volledige cultuur lag op apengapen. De klassieke muziek werd geterroriseerd door de dwarsfluit van Berdien Sternberg. Kunstenaars hadden niet eens voldoende verf om hun eigen handtekening te kunnen vervalsen. En in de stad Schouwburg had je nog steeds Ton Lutz die met het haar van Kokshappen maar tussen zijn tanden Macbeth stond te spelen. Maar ach, je bent jong en je wilt wat. Dus in die tijd toerde ik een beetje door het land met een soloshow genaamd Een dag uit het leven van een panisch optimist. Maar ach, je weet hoe dat gaat. Eerst speel je in jongerencentra voor 10 vrijwilligers en een paardenkop. Om dan uiteindelijk in de theaters te komen waar je voor 10 paardenkop en een vrijwilliger speelt. En gaandeweg begonnen mijn idealen te slijten. Ik weet het nog goed. Het was een mooie dag in mei. Ik zat ergens op een terras, aan de ene kant een lege stoel, aan de andere kant een feministe, zo'n dikke, die dan ook nog eens een keertje op een vechtsport zit. Stom natuurlijk, want geen hond die haar wilde aanranden. Het was onrustig in de stad. Het kabinet van Lubbers 6 stond te wankelen. Grote groepen militante kunstenaars trokken door de binnenstad. Helikopters cirkelden als dronken torren in het rond. Bijstandsmoeders lepten op potten en pannen. En de potten weer op de pannen en de bijstandsmoeders. Maar ik zat er maar op de terras en staarde apathisch voor mij uit. En het was toen dat ik Betty Smit zag passeren. Lang golvend blond haar. Wit kanten onderbroekje onder haar opwaaiende zomerjurk. Rood lippenstift op haar sensuele tand. Ik werd ter plekke geliefd. Of die plaats naast mij vrij was. Dus ik dacht, ja, ik bied er een drankje aan. Ik begin zomaar te babbelen over dubbel geparkeerde nijlpaan. En verdomme, dat werkt. Alleen blijven slapen, had ze gezegd. Dus daar lagen we dan. Billen net niet tegen elkaar. Ronken tussen ons in. De stinkende lapjeskat genaamd Arafat 2. Wat moest ik doen? Het begon ergens te jeuken, maar ik durfde niet te krabben. En het zweet gutste me in de schoenen. Verdomme, vergeten uit te trekken. Plotseling passeerde er buiten een ghettoblaaster. Met een paar van die Surinamers eronder. Het ding stond afgesteld op de lokale etterpiraat. Doe het, jongen. Dat was een teken. Dus ik haalde diep adem, klom bovenop haar onmiddellijk zoende dekbed als een boa constrictor om mijn benen. Nu stoppen met denken, dacht ik. En stoppen met denken, natuurlijk dat je moet stoppen met denken, dacht ik nog steeds. Terwijl de lapjeskat al een volle minuut aan het jojoen was met wat een paal had moeten zijn. En het verbaasde me dan ook niet dat Betty op een gegeven moment wakker werd. Ze keek even naar mijn rood aangelopen hoofd. Even naar de jojo in de Arafat en sprak de legendarische woorden. Gaat niet, hè? Toen kon ik me eindelijk ontspannen. Een paar maanden later, 4:15 'smiddags, de wekker liep af. Op de kop af 100 jaar, 3 minuten en 35 seconden nadat Van Gogh zijn oor afsneed, word ik wakker. Kijk, dat noem ik nog eens timing. Dus ik sprong zo positief mogelijk mijn bed uit, rukte hem af en begon mijn tanden te poetsen. Zo, de dag kan beginnen. Eerst maar eens even kijken of er post is. Aha, post. Kijk, dat noem ik nog eens timing. Als daar geen brief van mijn vriendin tussen zit. Niet natuurlijk dat ik een vriendin heb, maar je bent panisch optimist of je bent het niet. Ha, ha. Een afschrift van de Giro. Wordt het tijd dat die mensen manieren leren. Ze wandelen als een hond. Af, af, af. Rekening van het gemeentelijk energiebedrijf. Herinnering. Die mensen denken zeker dat als je zonder geld zit, dat het aan je geheugen ligt. Een kaartje voor de bovenburen. En een reclamefolder. Haal uw patat bij snackbar Vetlust. Nou ja, als die dag komt allemaal wel weer goed. Eens even kijken, 4:15 middag. Zie je wel, ik begin nu al in te lopen op mijn schema. Tijd voor mijn ontbijt. Aan de slag. Pikken wij dit nog langer, ik zeg. Pikken wij dit nog langer. Er wordt gebeld. Daar is
zou je natuurlijk mijn vriendin hebben. Niet dat ik een vriendin heb, maar je bent panisch optimist of je bent dat niet. Dus ik trek de deur open, twee Jehovah's stormen die trap op. Of ik Jezus ken. Ik zeg, ja, die moet hier wel ergens wonen. Zij zeggen waar, dus ik doe de balkondeur open. En een paar tellen later zijn de Jehovah's bij Jezus. Jezus is de weg, maar Jehovah's zijn kennelijk met een trottoirtegel tevreden. Goed, aan de slag. Pikken wij dit nog langer, ik zeg. Pikken wij dit. Er wordt gebeld, ja, sodemieter nou toch eindelijk eens een keertje. Op, stelletje Jezus. En zie nog net kwaad mijn vriendin weglopen. Betty! Maar buiten huilde de wind. En die wind huilde Betty. Een zure motregen tikte wanhopig tegen mijn badmuts. Bij het Bruiningcentrum aan de overkant liep een vrouw naar buiten. Ze viel neer en overleed aan een zonnebanksteek. Er reed een lesauto voorbij. Eeuw, plons de gracht in. Een oude man op een rolstoel. Eeuw, plons de gracht in. Maar de reddingsactie van deze dappere oude man was tevergeefs. En terwijl hij langzaam wegzakte in de drap van de Martelaarsgracht, triest begeleid door het gejank van een straathond die sinds hij het in de goot moet doen aan de drank is geraakt, gleden mijn gedachten automatisch terug naar die ene, laatste, fatale pizza. Over! Si, si, signore. Waar blijven die verdomde pizza's? Waar blijft de wijn? Waar blijft de kruidenboter? Ja. Por favor, pronto, si vous plaît, ja, pieten, klootzak. Na het dumpen van de menukaarten was de ober verdwenen naar het scheen om nooit meer terug te keren. En daar zaten we dan. Overal om ons heen zaten gezellige stelletjes, gezellig babbelend te spitten in de kruidenboter. Scheel van de romantiek en hips, lam van de brusco. Uit de boksen zijpelde de zoetgevoiste stem van zo'n geile Italiaan. L'amore in zijn hoofd, paal in zijn broek. De hele dag was de spanning al om te snijden geweest en ook nu wilde het gesprek niet erg vlot. Zwaar hingen de plastic druiven als B-52 bommenwervers boven mijn hoofd. Ik begon last te krijgen van claustrofobietes. Ober! Waar blijft de wijn? Ergens aan een tafeltje begon een meisje te huilen. Ze had te veel bronwater gedronken en kreeg last van boeketreeks neigingen. De ober had van schrik een half liter huiswijn in het aquarium gegoten en de guppies begonnen dan ook onmiddellijk te copuleren. In vino veritas. Tot overmaat van ramp zette de pizzabakker het ozolomio in. Kilo's deeg verdwenen in de meest malotige vormen tegen het plafond. Ik hield het niet langer vol. Ober! Maar de ober zat in een identiteitscrisis. De guppies deden het vaker dan hij. En ik. Ik stortte mij op de fles wijn als een drinkeling aan het losgeslagen slipje van de zangeres zonder naam. Betty! Luister, waar het om gaat is dan lubbers. Betty! 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 Ik besloot haar te volgen. De ober stond te rukken op de guppies en de pizzabakker voegde wat hoogwaardige eiwitten toe aan het deeg. Ik glipte naar buiten. Maar buiten huilde de wind en een zure stortregen viel in half verteerde bakken naar beneden. De neonreclames weer spiegelden op de natte trottoirtegels. Handig, kon je precies zien waar de hondenstront lag. Was de hoop te groot, dan was het in je hoofd. Ik passeerde een vredesactivist met een bord voor zijn kop. Betty liep een kleine 100 meter voor me. Met een gezicht alsof ze elk moment kon gaan tongzoenen met een kaakschieder. Ergens in een verlaten hangar speelden twee trams remise. Betty liep het Leidseplein op. Ik verschanste mij achter een Amsterdammetje. Het zweet parelde als oesters onder mijn pyjamabroek. Achter mij arresteren twee agenten in burger. Betty controleerde de namen van de kroegen. En oh mijn god, ze stapte de vergulde banaan binnen. Een café volgepropt met mannetjes die een tweedehands kadet hebben zwart gespoten en sindsdien denken dat ze juppie zijn. Een halfvolle maan scheen pachten door de boom. Ik besloot mezelf te vermommen.
Op de hoek van de straat stond de straatmuzikant op een eensnarige bars een liefdesliedje te zingen voor een Turk met een walkman. Ik grapte zijn hoed, stapte het café binnen en bestelde een spa. Maar dan wel. Red Label. Betty stond 3,5 bodybuilder bij mij vandaan. Tegenover haar stond een jongen met een potje met vet op zijn hoofd. Hij speelde uitdagend met zijn autosleutels. Buiten stond een zwart gespoten kadet. Verdomme, een juppie. En juppies doen het vaker dan guppies. Betty pakte hem aan de linda en kleefde die vast in de lift. De jup naderde met de 14 karaats rondstof aan zijn vader jup. Betty keek hem aan alsof ze elk moment kon overgaan tot het uitknijpen van zijn meetens. Verliefd. Mijn Betty verliefd op een ondermaat in mijn kreul. Ik probeerde haar nog een drankje aan te bieden, maar de barkeeper liep een mokkeltje te ver. Ik kreeg te horen dat ik beter mijn moeder kon gaan bessen. En nog een paar tellen later werd ik bedwelmd door een deodorant met een stootkracht van 47,11 op de schaal van Richter. Ik greep mij vast aan een koord. Boven mijn hoofd begon een scheepsbel te luiden. Iedereen was meteen een stuk vriendelijker. Dijkstra, klonk het. Dijkstra, Dijkstra. Terwijl ik Betty de kroeg zag verlaten, op de voet gevolgd door een potje met vet. Dus ik erachteraan. Taxi! Taxi! Ik kan niet uitkijken, eikel! Fietsers, meneer! Het zijn allemaal communisten! Zeker, liefdes Frederik. Ach, meneer, vrouwen, laat ze toch in hun eigen sop klaarkomen. Contactlijm is het, voor die twee componenten te roep. Eén keer gespoten, de rest van je leven vast als een hoeksteen. Nee, uit mijn lijf geen mayonaise meer. Trouwens, onder ons gezegd en gezwegen, ik weet nog een geinig nachtclubje. Lekkere wijven, lekkere kontjes, lekkere tietjes, lekker rampen, tampen elke avond. Rettetetet, boem, boem, bla, bla, gorgel. Wij kan niet uitkijken, eikel, brm. Postbodes, meneer, het zijn allemaal communisten.